Leuk dat je luistert naar de Community Coding podcast. Ik ben Eline. En ik ben Simone. En wij willen Team Rockstars graag een thuis maken voor iedereen. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Hoe kun je echt inclusief zijn? We voeren vanuit onze nieuwsgierigheid gesprekken met collega Rockstars om hier meer over te leren. Luister je mee? Foco, welkom bij ons hier aan tafel in de podcast. Leuk dat je er bent. Heel leuk dat je er bent. Zeker, zeker. Hoe is het om hier te zijn? Ik vind het best wel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ja, ja. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Het is wel gek, hè, om zo'n microfoon dan zo voor je mond te hebben en alle lampen en camera's die draaien. Ja, 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 ja. Ja. Ik vind ook het onderwerp best wel, het is heel persoonlijk, dus om dat zo openlijk te doen, vind ik toch wel spannend. En, ik hoop alleen maar dat ik ook weer opgelucht ben. Dat ik het erover heb mogen hebben. Dus, Ik denk het wel. Ik denk dat aan het einde van het gesprek je denkt, nou, hier mag ik echt wel trots op zijn. Ja, en des te gaver dat je de stap neemt om het wel te delen met ons. Dus, super. In ieder geval een compliment voor je bereidheid en je dapperheid om hier aan tafel te zitten. We gaan zo meteen jou het hemd van het lijf vragen om meer te weten te komen over wie je bent. En we hebben echt wel een aantal hele leuke vragen voor jou in petto. Maar voordat we beginnen willen we je graag een aantal stellingen voorleggen. Okay. En die stellingen die mag je gewoon puur intuïtief snel beslissen. Het is natuurlijk een beetje ongenuanceerd neergezet, maar dat geeft niet. Dus en naar de hand heb je de mogelijkheid om er eentje even toe te lichten voor ons, als je dat wil. Klaar voor? Ja. Oké. Okay. Zwart of geel? Geel. Okay. Stad of natuur? Stad. Sterrentent of snackbar? Sterrentent. Man of vrouw? Vrouw. Introvert of extrovert? Introvert. Verschil mag er zijn of iedereen is gelijk? Verschil mag er zijn. Dankjewel. Dat ging heel vlot. Dat ging heel snel. Zo, het leek wel een spelquiz. Die zat er zo klaar voor. Dat was heel mooi om te zien. Ja. Heb ik nog extra punten verdiend? Ja, dit zijn echt wel 10 punten extra. Ja. Is er eentje waarvan je zegt, die vind ik wel leuk om even toe te lichten? Ik denk de laatste, verschil mag er zijn. Daar ben ik absoluut voorstander van. Ik denk dat iedereen anders is en we zoeken vaak naar een soort gelijkheid onder elkaar en hokjes, maar eigenlijk is iedereen anders en er zit niemand in een hokje, dus dat alleen, kan je alleen maar vieren. Ja. Iedereen uniek dan ook, zo hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja, iedereen uniek, zeker. Ja. Tof. Mooi. Ja. Dankjewel. Foco, voor onze luisteraars en ook een beetje voor ons, zou je jezelf eens willen voorstellen? Nou, ik ben 33 jaar. Ik woon in Alkmaar. Ik heb daar een leuk arbeiderswoningetje in het centrum. En daar woon ik met mijn vriendin. En in augustus, dat is over 2 maanden, verwachten onze eerste dochter. Oh, wat tof. Proficiat. Ja, gefeliciteerd. En ik ben in februari begonnen bij Rockstars in chapter 22 van Amsterdam. En ik heb nu een opdracht bij Alliander als Cloud DevOps Engineer. Mooi. Leuk. En ben je in Alkmaar opgegroeid ook? Ja, ja, ik ben ook helemaal niet ver van mijn geboortegrond gekomen. 100 meter of zo, zoiets. Dus, kijk, lekker dicht bij huis. Lekker dicht bij huis, ja. En Foco, waarom heb jij eigenlijk ja gezegd op onze uitnodiging voor deze podcast? Ik vond het, ik vind het een heel belangrijk onderwerp. En terwijl we in de voorbereiding daar mee bezig waren, voelde ik ook heel erg een groot opgelucht gevoel om het er eens een keer over te hebben wat meer publiekelijk. Ja. Ja. En dat is tegelijkertijd ook heel spannend. Ja. Maar ik vind het een heel belangrijk onderwerp en het doet me veel. Dus ik doe er graag aan mee. Nou, cool. Hey, en wij spreken jou omdat jij de diagnose ADD en dyslexie hebt. En jij wil ons daar meer over vertellen. En wij zijn heel erg nieuwsgierig hoe dat is en welke voordelen je ervaart of welke nadelen je ervaart. Dus zou je ons in eerste instantie eens willen meenemen naar het moment dat je erachter kwam dat, dat er iets aan de hand was? Laten we het maar even zo noemen. Nou, dyslexie, dat was op de basisschool eigenlijk al vrij snel duidelijk. En dat hielp heel erg om ook de middelbare school te doen eigenlijk. Want dan krijg je wat extra begeleiding en soms extra tijd of extra middelen. En waar merkte je het aan op de basisschool? Nou, alles wat met taal te maken had, dat ging heel erg moeizaam. En nu achteraf weet ik doordat het heel erg door de vorm komt waarop het gegeven wordt, zeg maar, of waarop getoetst wordt. En ik kon bijvoorbeeld de toetsen nooit afkrijgen. En dus je kunt dan als je dyslectisch bent een half uurtje extra krijgen. Dat is echt voor mij precies de tijd dat ik nodig heb om het gewoon netjes af te maken. Dus dat hielp wel heel erg. Dat hielp ontzettend veel. Ja.
En ik had ook bijles van mijn decaan, die ook wat meer begeleider was in waar loop ik nou echt tegenaan. En ik kon bijvoorbeeld van alle studieboeken ook audioboeken krijgen. En dat is heel droog, maar dat hielp wel heel erg voor de stukjes waar ik zelf niet doorheen kwam. En uiteindelijk opent het deuren die anders niet toegankelijk zijn voor de gewone, gewone mens. Voor de niet-dyslectische. Ja, beter gezegd, ja. Want hoe gaat het dan? Als jij geschreven tekst ziet, verwerken jouw hersenen dat anders? Of gaan dingen door elkaar heen lopen? Wat gebeurt er eigenlijk precies? Ik ben heel erg een radend lezer. En ik heb ook geen rechtlijnige gedachtenstroom, dat weet ik inmiddels ook. En als je dus een begrijpend lezen tekst krijgt, dan moet je bijvoorbeeld heel erg precies van begin tot eind lezen, wat bestaat er nou eigenlijk? En ik sla bijvoorbeeld de middelstregels gewoon over, zeg maar, heel snel. Of ik kan het onderwerp niet uit de tekst halen als ik het zelf lees, maar als iemand het voorleest, kan ik dat wel heel goed. En sowieso spelling en grammatica, dat is echt voor mij een grote drama. En dat weet ik. En nu heb ik daar gewoon spellingcontrole voor. Maar ja, dat mag natuurlijk niet als je zelf moet schrijven. Nee, dus, als je dat moet testen, dan... ja. Hey, had het dan ook impact op jouw schooladvies bijvoorbeeld? Ja. Ik denk ik had op de basisschool schooladvies VWO als ik mijn best deed. Maar eigenlijk was het HAVO en ik ben wel VWO gaan doen. En ik vind dat best wel goed gelukt is. Maar ik heb uiteindelijk wel mijn HAVO-diploma gehaald. Ik denk wel dat het beïnvloed heeft. Ja, zeker. Ja. Ja. Oké, dus een half uur extra, dat maakt al heel veel verschil. Audioboeken maakten heel erg veel verschil. En toen zat je op de middelbare school. En ben je er toen ook achtergekomen dat je naast dyslexie ook ADD... Nee, dat had is, of hebt? Ja, nee, dat is eigenlijk pas na mijn eerste studie, of tijdens mijn eerste studie naar voren gekomen. Ik dacht, ik was heel goed in oboe spelen en ik dacht, ik ga naar het conservatorium. Daar hoef ik niks te doen met lezen of schrijven. Geen toetsen op begrijpen lezen. Ik moest even proberen, hobo spelen, zei je dat? Ja, klopt. Ja, 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 dat is niet eentje die ik heel vaak gebruik. Nee, dus dit is natuurlijk een muziekinstrument. Een klassiek, mooi. Ja, dus ik heb klassiek hobo gestudeerd aan het conservatorium van Amsterdam. En ik zat daar zo lekker in dat ik dacht, dit ga ik studeren, want dan hoef ik niet meer eindeloos in teksten en boeken te snuffelen. Weg van de letters. Ja, maar hoe is dat met muzieknoten dan? Dat heeft natuurlijk een hele andere connectie met het brein, denk ik, dan letters. Of? Ja, maar toch, daar kwam ook wel naar voren dat aan het lezen, dat doe ik daar eigenlijk ook. Oh, ja. En daar was mijn toenmalige bo-docent wel echt op gefixeerd, dat ik dan kon een stuk helemaal instuderen en dan was het gewoon helemaal niet goed. Het zat gewoon iets in wat ik zelf had verzonnen, terwijl dat er helemaal niet stond, bijvoorbeeld. Oh, joh. Ja. Het is ook heel lastig om dat weer af te leren, want dan heb je dat al helemaal geleerd. En dan moet je dat eerst afleren voordat je het kan aanleren. Dus dat is extra uitdaging. Ja. Sorry, ik haal je ook uit de flow van het gesprek. Dan dacht ik, hoe zit dat met muzieknoten? Maar je was aan het vertellen dat je naar het conservatorium ging. Ja. En vanaf daar, op het spoor van de ADD. Precies. Ja. En het conservatorium was een hele uitdagende ervaring op weer andere gebieden. Want het is een hele hoge prestatiedruk en hele lange dagen in veel tegelijkertijd doen. En dat is uiteindelijk helemaal niet goed gevallen. Ik ben ik heb anderhalf jaar op het conservatorium gedaan. En na anderhalf jaar was ik gewoon helemaal op, eigenlijk. En ik ben met een soort gewoon overspannen, burn-out-achtige klachten. Ik heb dat nooit helemaal officieel gekregen. Hoe oud was je toen? Ik was toen 21. Oh ja, okay. Dat is wel jong, hè? Om met dat soort klachten te kampen. Ik ben ook echt, wat was het, voor 60% afgekeurd of zo. En toen ben ik dus een hele malle molen ingegaan van, wat moet ik nou verder? En Ik zag het zelf ook niet zitten om dan het hierbij daarbij dan te laten of dan maar in de supermarkt te gaan werken of zo. En via mijn familie was het thema ADD, ADHD, was al best wel bespreekbaar. En mijn vader die bleek ADHD te hebben en mijn zus die bleek ADHD te hebben. En toen dacht ik, dat ga ik dan ook maar eens testen. Ja. Is er een link tussen ADD en ADHD? Ja, ADD is eigenlijk... zeg maar dezelfde stoornis, behalve dat dan de lichamelijke hyper er niet bij zit. Oké. Okay. En dat is ook niet helemaal waar, want dat viel me nog op. Van tevoren ging ik nog eens opzoeken, wat is nou eigenlijk de definitie van ADHD?
En het is dus een afleidingsstoornis met hyperactiviteit. Ja. Maar eigenlijk zijn dat is dat het resultaat van de aandoening. Want de aandoening is dat je... aandoening klinkt heel zwaar, maar... Of de diagnose. De diagnose. Ja, precies. Ja. Want wat er eigenlijk gebeurt is dat in je hersenen dus de overdracht van prikkels en signalen, daar zit ook een remmechanisme op. En bij ADD of ADHD ontbreekt die rem heel erg. Dat is gewoon een stofje wat je dan niet hebt. En dat kun je kunstmatig bijslikken. Of iets slikken dat je lichaam dat extra gaat aanmaken, hè, zoals Ritalin. Ja. En het effect daarvan is dat je dus heel erg druk bent of heel erg afleidbaar. Oh ja. Ja, want ik heb ook wel eens gehoord dat eigenlijk zou je alles ADHD moeten noemen. Maar omdat er ook een aantal mensen zijn die wat minder die fysieke hyperactiviteit hebben, dat ze toch voor hebben gekozen om de term ADD te gebruiken. Maar, ja. Ja, en je hebt eigenlijk ook de andere variant, dus dat je niet de D hebt, maar wel de H. Oh ja. Dus AHD, dan ben je alleen maar, dan kan je dus supergoed concentreren en heb je daar dus nergens last van. Heb je niet het concentratieverlies. Ja. Nee, precies, maar je bent wel echt super hyper ondernemend waarschijnlijk. Ja. En dan heb je twee dubbele ondernemingen en doe je van alles en het maakt allemaal niet uit. Altijd energie. Oké. Okay. En dat altijd energie geldt zeker niet voor mij. Maar in mijn hersenen, gewoon mijn gedachteprocessen, ja, daar is het zeker. De super druk, gaat het gewoon door. Gaat gewoon door, ja, zeker. Ja. Ja. En is het dan ook erfelijk als je zegt, mijn vader, mijn zussen zijn ook gediagnosticeerd? Ik geloof dat het officieel niet erfelijk is, maar als ik naar mijn familie stamboom kijk, kan ik gegarandeerd zeggen dat het erfelijk is. Dus ik weet niet wat daar de huidige... Het is niet wetenschappelijk bewezen, maar eigenlijk zou het heel raar zijn als dat niet zo zou zijn. Ja, als het geen link zou hebben met je genen. Ja. Oké, dus je was op het conservatorium en was eigenlijk een beetje opgebrand en legde toen de link met jouw familieleden die ADHD hebben of hadden. En toen ben je zelf ook het proces ingegaan voor de diagnose. Klopt, ja. En maar toen? Het heeft me heel veel geholpen om überhaupt mijn leven op de rit te krijgen. En ook wel heel veel verklaard van vroeger, dus van de middelbare school en de basisschool, waarom dingen zo zijn gegaan als ze zijn gegaan. En het is ook bij de diagnose hoort bijvoorbeeld ook dat je in je rapporten gaat terugkijken hoe vaak wordt genoemd dat je afgeleid bent of dat als je wat meer zou opletten dat het dan beter zou gaan. Mm-hmm. Dat kwam verschrikbarend veel terug. En dat zijn, als je dan ineens weet van, oh wacht even, het werkt gewoon misschien even anders dan wat mensen verwachten of wat ik zelf verwacht, want dat is natuurlijk ook een heel groot element. Dan kun je het ook loslaten en daar anders over nadenken en anders instaan. Ja, dus het schoolsysteem is gemaakt voor de reguliere leeraanpak en jij had een baat gehad bij een andere aanpak eigenlijk. Zeker, ja, zeker. Ik denk dat dat ook wel het voornaamste is waar ik er tegenaan loop, is dat in de meeste leersystemen, dat is heel droog en sec en gewoon rechtlijnig. Ja. En dat is een manier die totaal niet bij mij past. En als het wat meer praktisch is, dan of wat meer hands-on, ja, dan leer ik heel erg snel. Zo ook veel sneller weer dan de meeste anderen. Dus dat is het verschil tussen helemaal niet in je kracht zitten of helemaal in je kracht juist zitten wel, en beter zijn dan anderen. Ja. En toen je dit wist, je zat nog steeds op het conservatorium. Ging het toen vanaf daar anders? Omdat je dingen anders kon doen of omdat je... Met het leersysteem, zeg maar, in gesprek kon gaan over wat voor jou helpend zou zijn? Nee, de diagnose was wel echt nadat ik was gestopt. Okay. Maar het eindigde bij mij op het conservatorium dat ik bezig was. En dan met de tools die ik dan had van met mijn dyslexie-diagnose. Om een heel alternatief studieplan te bedenken. En met een tussenjaar en misschien nog een jaar extra. En toen was ik wel echt van, dacht ik wel, ja, waar ben ik eigenlijk helemaal mee bezig? Want ik ga dan nu een zesjarig traject in en ik moet nog maar zien of het echt wat voor me is. En ik ben nu al helemaal op. En het was ook nog tijdens de economische crisis, dus de hele cultuursector stond op hele grote bezuinigingen. Ja, pauze. Ja. Ja, dus ik dacht, ik ga hier maar niet, gewoon... Dat was niet helemaal in het voordeel. Nee, precies. Ik kan beter wat anders gaan doen. Ja. Ja. En hoe heb je dat toen bepaald, wat je wilde gaan doen? Nou, ik heb altijd wel de techniek heel mooi gevonden en einde van de middelbare school voelde echt als een soort keuzemoment tussen twee goede kanten, zeg maar. Ja.
En ik heb toen voor heel erg de artistieke kant gekozen. En daarna later heel erg voor de technische kant. Dus ik ben een technische studie gaan doen die ook wat meer hands-on was. Welke studie was dat? Industriële automatisering. Oké, ja. Aan de Hogeschool Utrecht. En het is grappig genoeg echt een werktuigbouw studie. Ja. Met heel veel elektrotechniek en een stukje automatisering. En aan het einde van die studie heb ik echt gevonden dat ik dus heel goed ben in het automatiseren van dingen. En dat heb ik ook altijd eigenlijk al gehad. Maar dat je daar dus ook een link kan maken met het artistieke deel, zeg maar. En vooral het heel erg met mensen bezig zijn. Want je kunt iets maken waardoor mensen in staat worden om iets beter te doen of iets nieuws te doen. En dat is precies wat mij, ja, wat mij triggert, waar ik echt blij van word. Wat mijn drijfveer is, ja. En hoe zie je dan zie je een link met de diagnose van ADD tussen het vak wat je hebt gekozen? Denk je dat je daar bijvoorbeeld baat bij hebt of juist niet? Het is in ieder geval het vak waar ik gewoon helemaal mezelf kan zijn. Ik heb ook nu geen medicatie en ik ben daar heel blij om, want ik kan mijn eigen intrinsieke motivatie en aandacht gebruiken, hoe die het dan ook gaat, om een vak te beoefenen. Ja. En daar komen heel veel voordelen bij naar voren, omdat ik gewoon gewend ben in een chaotische situatie structuur te maken voor mezelf. En ook wel heel erg, je hebt bij ADD of ADHD heb je ook heel erg de hyperfocus als voordeel. Dus het duurt heel lang voordat je in focus komt. En als je eenmaal in focus bent, dan kom je daar bijna niet meer uit. En dan kun je echt doorgaan tot je gewoon fysiek helemaal uitgeput bent. En dat kan soms helpen om ergens wat heel ingewikkeld is, echt om daar echt op te lossen, tanden te zetten en op te lossen en structuur in aan te brengen. Dat klinkt op mij wel als een voordeel op het moment dat je aan het programmeren bent en je hebt echt even een flinke uitdaging voor je neus. Dat zeker. Je bij wijze van, ik zie je voor me zitten met een koptelefoon op in die hyperfocus. En ook het DevOps deel en dan met de cloud erbij, dat maakt het soms heel complex. Zeker als het een soort hybride oplossing is van systemen die met elkaar praten. En microservices is daar bekend om dat best wel ingewikkeld is om goed te doen. Omdat dat als een soort klokjewerkje is met allemaal aparte componenten die met elkaar moeten communiceren. En als er ergens wat in die communicatie fout gaat, dan is het heel lastig terug te vinden wat er nou precies misgegaan is. Ja. En dat zijn echt de vraagstukken waar ik graag op bijt. Ik zie je ogen fonkelen. Het is leuk om te zien wat er in je gezicht gebeurt. Ja. In dat stralen, ja. Wat tof. Ja. En je dyslexie, hoe gaat dat samen met het programmeren? Want je programmeert ook taal natuurlijk. Ja, ik ben er dus later achtergekomen omdat mijn vriendin, die is heel erg een talenknobbel en die heeft ook allemaal, die heeft taal- en cultuurstudies gedaan en daar Frans bij gedaan. Die kan gewoon Frans, maar ik kan nu ook een beetje Frans. En dat is echt gekomen doordat ik op een andere manier met die talen ben gaan leren en dan lukt het wel. En dus gewoon woordjes leren in rijtjes, dat is zeker niet voor mij weggelegd. Nee, dat was grappig. Maar gewoon sprekend leren, dat lukt dan wel. En ik denk dat met programmeren ook wel, als je daarmee bezig gaat, dan leer je het een beetje. Je moet de basis dingen een beetje snappen. En vooral het algoritme denken is denk ik heel erg lastig om daarmee te beginnen. Maar de taal zelf, dat is gewoon heel sec en heel erg logisch. En ook, je kunt daarmee experimenteren terwijl je ermee bezig bent. Wat in normale talen wat lastiger gaat, omdat je een conversatie doet met iemand die niet stilstaat, bijvoorbeeld. Ja. Nee, ja. En nu heb je een computer voor je. Ja, die kan je gewoon stopzetten op het moment dat jij wil. En dan stopt alles en dan kun je rustig kijken wat is er precies aan de hand. Wat is er gebeurd? En dat helpt voor mij heel erg om de taal te leren. Mooi. Oh, ja. En praat jij ook met de collega's waar je samen een project mee doet over het feit dat je de diagnose ADD of dyslexie hebt? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Is dat een bewuste keus? Ik denk dat een onbewuste keuze is, omdat ik daar toch nog wel taboe ervaar en ook wel angsten heb om dan anders behandeld te worden of niet een gelijke start te krijgen. Misschien een stempel van iemand? Of in een hokje geduwd worden. Ja, is dat ergens ook op gebaseerd? Heb je daar wel eens te maken gehad met een vooroordeel of een andere behandeling op het moment dat je dat wel vertelde? Nee, ik vind het lastig omdat wat gegeneraliseerd op dit onderwerp te zeggen. Ik merk binnen gewoon de industrie en binnen Team Rockstars en binnen mijn opdracht dat er eigenlijk niet zoveel over gepraat wordt. En dus ik ben heel blij dat jullie dat nu met deze serie wel doen.
Maar of ik ben op de basisschool ook altijd heel erg gepest. Dus het zou kunnen dat ik daar misschien een soort uitsluitingsangst voor heb. Ja. Ja, dat vormt je natuurlijk. Dus dat je dat meeneemt nu nog, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, ja. Dus die combinatie samen maakt dat ik het eigenlijk nooit over heb. En zeker omdat het heel goed gaat, hoef ik het er ook verder met niemand over te hebben. Zonder buiten, nou ja, misschien mijn talentmanager om. Ja. Of ik zelf met mijn ouders of met mijn vriendin. Ja. Dat is eigenlijk alleen maar heel fijn. Ja, en toch hoor ik je zeggen van ik vind het eigenlijk heel fijn dat er dan nu op deze manier en meteen heel aan een breed publiek, zeg maar, door middel van de podcast wel aandacht aan besteed wordt. En dat je in staat bent om je verhaal te vertellen. Dus wat zijn dan misschien toch de voordelen die je wel ergens voelt of ziet van het wel bespreekbaar maken van dit onderwerp? Nou, ik denk dat uiteindelijk niemand gewoon is of gelijk. Dus, mm-hmm. dus er is, iedereen is verschillend en dat moet je vieren. En dat in het algemeen al, daar kunnen we het best meer over hebben. En de neurodiversiteit hoort daar gewoon bij. Ja. Net als leeftijd en afkomst en geslacht. Maakt allemaal niet uit. Nee. Ik sta zelf heel erg voor diversiteit en daar hoort dit heel erg bij. Ja. Zou het graag meer over hebben. Ja. Ja, we weten ook in de IT-wereld, als we de onderzoeken bekijken, dat naar schatting ongeveer 30% van de mensen die een software engineering job doet, een neurodiverse diagnose heeft. Dus dan zou je eigenlijk zeggen, ja, wat zonde dat het een taboe is dan, hè? Of dat het niet... Want ik kan me voorstellen, het lucht jou op, zie ik, op het moment dat je erover praat. Dat zou misschien voor meer mensen kunnen gelden. Ik denk ook dat er nog wel een taboe is op het überhaupt erkennen van neurologisch anders werkende mensen, zeg maar. Ja. ADHD bij volwassenen is eigenlijk nog helemaal niet zo heel erg lang erkend dat dat kan en hoe je daarmee om moet gaan. En ik denk dat dat... Ik ken wel veel mensen die heel erg trekken hebben van iets en die het misschien helemaal niet weten. En ik denk het uiteindelijk ook niet dat je het per se moet weten. Dat is natuurlijk voor jezelf. Maar ja, er zijn natuurlijk wel hartstikke veel plekken in de IT te bedenken waar bepaalde neuroafwijkingen gewoon heel erg helpen. Ja, absoluut. Ja. En ik denk ook wel... Dus de stempel dat je een stoornis hebt of je bent ziek, of dat is ook heel, vind ik ook een heel lastige bestempeling. Ja. Nou, wat ik vaak in de coaching ook wel ervaar, als het hierover gaat of mensen inderdaad een diagnose hebben gekregen, is dat het vooral heel helpend is als je op een gegeven moment het kan gebruiken om je eigen gebruiksaanwijzing wat beter te gaan snappen. Ja. Dus niet vanuit een stempel of een sticker van, nou ja, ik heb iets of zo, maar veel meer van, oh ja, dus dan weet ik wat voor mij juist helpend is of wat werkend is. Of ervaar je dat ook zo? Zeker, zeker. En uiteindelijk is het enige verschil met mensen die geen diagnose hebben en mensen die gewoon duidelijk hulp nodig hebben en daar via diagnose aankomen. Het enige verschil is dat je dus... Ja, je kunt niet normaal functioneren zonder hulp van een mechanisme of een medicijn of aanpassingen. Ik bedoel, iedereen kan gewoon een beetje hypertrekjes hebben of juist heel erg die afleidbaarheid of de chaotischiteit of iets autistisch. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daar een stoornis van ervaart. Nee. En op het moment dat je daar een stoornis van ervaart, dan krijg je hulpmiddelen die je dan kunt gebruiken. Ja, precies, om dan is weer, er iets meer nodig. Om weer aan de normale kant van het in air quotes van... van de lijn te komen. Om mee te kunnen draaien. Ja. Het is ook vaak, ik heb vaak de vergelijking gekregen ook met... als je diabetes hebt, dan spuit je insuline. Want anders komt het gewoon niet goed. Ja, ja. En als je een rolstoel hebt, dan heb je gewoon een oprijstukje nodig. Anders kom je niet binnen. Ja. Het zijn eigenlijk hetzelfde soort hulpmiddelen dan dat. En niet heel anders. Niet meer of minder, nee. Niet meer of minder, nee. En je zei net, ik gebruik nu geen medicatie. Heb je eerder wel medicatie gebruikt? Ja, ik heb dus nadat ik gediagnosticeerd was, Ritalin genomen. En ook wel langdurige Ritalin. Want Ritalin gaat zelf heel erg in golven. Dus dan voel je het ene moment super rustig, maar ook... Dan kan je goed concentreren, is misschien beter gezegd. Ja. Maar dan zijn er momenten dat het niet werkt eigenlijk nog lastiger. En ik had ook een beetje het gevoel dat ik niet mezelf kon zijn. Dus het hield me heel erg om een studie gewoon te doen. En gewoon de tentamens te maken bijvoorbeeld. En op het moment dat je moet focussen en een beetje gestructureerd moet nadenken, dat je dat dan kan. Maar ja, dat, zo ben ik zelf niet. Dus dat...
Nee. Het is heel raar om iets te nemen waardoor je niet jezelf bent eigenlijk. Ja, dat snap ik wel. Heb je naast de medicatie ook begeleiding gekregen in de vorm van therapie? Of, Ik heb heel veel begeleiding gehad. En eigenlijk altijd wel. En dat is hetgene wat me het meeste geholpen heeft. Ja. Want jij wilde volgens mij ook een vraag stellen. Dat is altijd moeilijk. We zijn natuurlijk zo benieuwd. We kunnen nog wel 100 vragen stellen. Maar ik ben benieuwd. Stel, er luistert nu iemand mee en die zegt... Ja, ik merk bij mezelf wel eens dat ik misschien wat trekjes heb van ADD of ADHD. Maar zo'n diagnosetraject, dat geen idee wat dat inhoudt. Kan je daar iets over delen voor die luisteraars? Wat dat betekent? Of dat een intens traject is of niet? Ik vond het zelf best wel intens. En ik denk ook dat het best wel ontoegankelijk is. Dus, want de psychische hulpverlening is gewoon heel erg hoogdrempelig. Gewoon voordat je de stap kan maken zelf al om het aan te vragen. En dan ook nog om in de wachtlijst te staan en dan hulp te krijgen. Ja. Dat is best wel lastig al. Maar het kan wel. Er is het Centrum voor ADHD van PsyQ, geloof ik. Ik weet niet of dat nog steeds zo is, maar daar ging ik destijds heen. En dat traject zijn vooral heel veel gesprekken op een soort schaal. Hè, van heb je ADHD of iets anders? En daar komt dan wel naar voren... wat je wel of wat je niet hebt of waar je op lijkt. Dus het hoeft ook niet te zijn dat je de stoornis hebt, zeg maar. Maar wel dat je trekjes hebt van. Nou ja, en dan helpt het ook al om te weten wat je dan kunt doen. Ja. Ik ben ook wel nieuwsgierig, Fokko. Voor ons als werkgever, zeg maar, of andere werkgevers die luisteren. Ja, waar kunnen werkgevers eigenlijk rekening mee houden voor mensen met bijvoorbeeld ADHD? Werkplekken, omstandigheden. Ja. Bijvoorbeeld, bij ons komt er een festival aan. Ja. Wat zou jou helpen om daar een mooie tijd te hebben? Ik denk uiteindelijk dat ik voor de ADD zelf niet zozeer, of de ADD dan, niet zozeer voorzieningen nodig heb van een werkgever, behalve goede begeleiding. Ja. Nou, dat is wat wij goed geregeld hebben bij Rockstars. En dat is de voornaamste reden misschien ook wel dat ik hier zit. Ja. En... ik denk dat het meer... het gaat meer over extraverte plekken en introverte plekken. Dat je gewoon plekjes hebt om je terug te trekken. Of als je overprikkeld bent, gewoon om dat rust te pakken. Ik denk misschien dat dat een van de dingen is die best wel moeilijk zijn in groepsdruk. Maakt niet uit wat je hebt. Als je overprikkeld raakt, hoe kom je daar uit, zeg maar? Zonder dat je afscheid neemt van je groep en zegt, ik ga naar huis. Ik heb ze vaak maar heel even nodig om even bij te laden. Maar even tot jezelf te komen. Even tot mezelf te komen en dan kan ik daarna wel weer. Ja. Maar daar heb je een stilteruimte voor nodig. Of gewoon een plekje waar het rustiger is. Ja, waar je even kan onttrekken aan, aan de drukte. Ja. En hoe is dat bijvoorbeeld bij Alliander nu? Zijn daar dat soort ruimtes ook? Nou, bij Alliander vind ik wel dat er nagedacht is over stilteruimtes. Niet dat ik daar ooit gezeten heb. Maar wat ik bijvoorbeeld wel mis, is dat er in de kantoortuin zelf is er nergens een ontspanningshoekje of zo. Ja, je hebt zitmeubels of zo, maar niet iets wat anders is dan gewoon een tafeltennistafel of zo. Dat kan gewoon heel fijn zijn. Oh ja, dat helpt jou ook om te... Om het even los te laten. Eventjes je zinnen te verzetten, zeg maar. Ja, zoals hier bij Rockstars hebben we een hele rustige kantine waar je gewoon echt lekker kan zitten. En dat is... in die hele grote kantoorpanden, vaak in het midden van de tuin... of in de hal of in de gang of zo. Dat is vaak lastig, omdat het daar heel rumoerig is. Dat helpt niet om te ontprikkelen, zeg maar. Ja. Maar het is grappig dat jij zegt een tafeltennistafel. Want ik dacht bij ontprikkelen ook inderdaad een stilteruimte. Maar dat hoeft dus niet op die manier te zijn. Dat is juist misschien iets anders. Nou, misschien wat wel leuk om te benoemen is... dus met ADD, wat ik dus heel erg heb... is dat de kermis in mijn hoofd, die gaat maar door. Maar ook... als ik dus eenmaal focus op iets heb, kan ik dat bijna niet meer loslaten. Nee. Terwijl ik wel over mijn energie kan gaan, zeg maar. Dat ik helemaal een beetje vaag word in mijn hoofd, van dat je het niet meer overziet. En wat heel erg helpt is om dan het onderwerp waar je dan mee bezig bent los te laten. En ik heb daar gewoon afleiding voor nodig, letterlijk. Nou, en iets ik kan wat me ook nog sterkere prikkel heeft. Nee, dan, ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat jij noemt het, hè, die hele enorme drukte in je hoofd, dat juist een soort fysieke tegenhanger van eventjes iets met je lichaam doen, met tafeltennis of... naar buiten. Ja, naar buiten een wandeltje maken of iets, dat heel erg kan helpen om dat hoofd ook weer eventjes... Ja, zeker, absoluut. ...te laten rusten. Ja. En ik heb bijvoorbeeld met thuiswerken ook wel heel erg gemerkt dat de trap afkomen is veel te kort...
Ja. Om te ontprikkelen. Daar gebeurt veel te weinig. Hele lange trappen. Ja. Ja, maar ik ben dan gewoon een rondje buiten gaan lopen. Ja. Om maar een soort overgang te hebben om het los te laten. Ja. En is er nog een leuke tip die je misschien aan collega's... Dus, hè, dit was een vraag meer voor werkgevers, ook qua inrichting en dat soort dingen. Maar wat zouden collega's moeten weten over andere collega's die misschien ADHD of ADD hebben, dyslexie? Ja, ik denk vooral, dan kom ik weer terug op dat die diversiteit gewoon bij iedereen is. Ja. En mag zijn dat ons uniek maakt. Ja, ja en dat het dat vooral, ook al weet je het van iemand, niet anders moet behandelen of iets anders moet doen. En als iemand met een hulpvraag komt, wat dus wel kan, dat je dat dan wel serieus neemt. Want dat is letterlijk zoiets als een opritje leggen voor je rolstoel. Ja, een mooie vergelijking. Ja. En dat hoeft verder niet speciaal te zijn. En als je dat toepast, dan... Ja, dan kan diegene gewoon normaal functioneren. Dan hoeft hij verder niet anders behandeld te worden of zo. Nee, mooi. Ja, volgens mij kunnen we inderdaad nog heel veel tijd hier aan besteden en jou heel veel vragen stellen. Maar ja, we moeten ook een beetje op de tijd letten. Dus we moeten dit gesprek afronden. Maar niet voordat we hier de bonusvraag hebben gesteld. Die hoort erbij. Tot Simon. Bonusvraag. Gooi jij hem erin? Wij zijn heel benieuwd, Fokko. Als jij zou mogen kiezen met wie jij een dagje zou willen ruilen binnen Team Rockstars. Mag iedereen zijn. Ja. Wat zou jij dan leuk vinden? Met wie, in wiens schoenen zou jij willen staan? Doet gelijk een beroep op mijn vreselijk slechte naam. Je mag iemand ook omschrijven met fysieke kenmerken. Nee, dan vinden wij er misschien een naam bij. Ja. Ik vind het wel... Ik zit te twijfelen of ik dan met Koen... Misschien hoef ik niet te ruilen, maar een dagje meegaan met Koen zou ik heel interessant vinden. Ja, leuk. Koen Aerts bedoel je, onze CTO, denk ik. Ja? Ik vind hem heel inspirerend, dus dat is heel erg leuk. Voor Koen misschien ook. Ja, zeker. Dat zo hoort hij graag, denk ik, als hij dit terugluistert. Maar ja. Ik vind het lastig om te kiezen, want ik denk dus met talentmanager Victor dat hij ook hele interessante gesprekken heeft met mijn chapterleden. Ja. Dat zou ik ook wel interessant vinden om een dagje te doen, ja. Wat mooi. Oké, dus ja. Victor Lips of Koen Aerts? Ja. Oké, als je dan toch moet kiezen? Mes op de keel. Ja. Kies ik toch voor Victor. Victor, kijk. Oké. Nou, Fokko, dank je wel dat je er was. Hoe kijk je terug op het gesprek? Want we begonnen al even, het was spannend. Ja, nou. ik vond het uiteindelijk heel ontspannend. Maar ik denk ook dat ik het nog steeds wel spannend vind, ook nu dat straks dan het publiek komt, hoe dat dan zal zijn. Hoe het ontvangen wordt? Of? Nou ja, dat niet zozeer meer dat ik hier openlijk over heb gepraat. Ja. Ik kan het nu niet meer verbergen of zeggen dat ik... Nou ja, tenzij iemand het niet gevonden heeft. Maar zeker ook als ik het ga delen, dan weten al die luisteraars dat ik dit heb. En, Nou, en volgens mij is dat echt niet iets om je voor te schamen en maakt het jou een heel uniek en mooi mens. Dus ik... Dankjewel. Vind je super stoer dat je aan tafel zat. En ik heb van het gesprek genoten en ik heb er veel van opgestoken. Dus dankjewel. Veel van geleerd. Veel dank voor je openheid ook daarin. Nou, heel graag gedaan. Leuk dat je bij ons wilde aanschuiven. Dankjewel. Ja, zeker. Graag gedaan. Wat een leuk gesprek was dit met Fokko, waarin hij eigenlijk voor het eerst in het openbaar deelde over zijn dyslexie en ADD. Op 21-jarige leeftijd liep hij vast op het conservatorium. En dat was voor hem het moment dat hij echt op onderzoek ging naar zichzelf. Hij gaf ons super waardevolle tips en deelde veel kennis over het leven met een neurodiverse diagnose. Ja, want hebben wij veel geleerd van deze podcast.